Ja, de bus komt niet. Helaas, weet ik niet waarom. Hoe lang zit je al te wachten? Ja, bijna 1 uur. Ja, het is verschrikkelijk, het OV. Maar je bent wel afhankelijk, want ik heb nog geen rijbewijs, niks. Dus, maar ja, mijn koeien moeten wel gevoerd worden. Ik hoop het wel dat ik kom, anders ik heb geen zin in een ontslag krijgen. Verwarring alom vanmorgen bij het station in Alkmaar, want komt de bus nu wel of niet? Ongeveer de helft van de buschauffeurs staakt voor een betere cao. Buschauffeur Fred Redlich begrijpt de frustratie bij de reizigers, maar het kan volgens hem niet anders. We proberen het gewoon voor die werkgever zo onaangenaam mogelijk te maken. En helaas is de passagier de grootste pineut. De buschauffeurs vinden het bod dat de werkgevers tijdens de cao-onderhandelingen op tafel legden veel te mager. Het gaat niet alleen om meer loon, maar ook om de werkdruk. Mensen voelen zich gewoon opgejaagd. De rijtijden worden gewoon te kort. Het verkeer is drukker, dus vaak heb je de pauzes die ertussen zeggen, je moet die pauze nemen. Maar dat wil je vaak ook niet, want dan staat die passagier weer te wachten, mist de trein. Ja, je zit continu in die tweestrijd van hoe kan ik mijn werk goed doen en hoe maak ik die passagier naar zijn zin. En hoe kan ik ook nog zelf een beetje leuk leven. Als deze staking niet leidt tot nieuwe onderhandelingen, dan gaan de buschauffeurs na de zomer mogelijk landelijk de barricades op. Voor de reiziger in Alkmaar rest vandaag niets anders dan wachten. Ja, ik heb niet veel keuze. Ik moet gewoon wachten en dan eten mijn koeien maar een uurtje later. Ja, ik heb gewoon een normale les, gewoon een normale schooldag. Met een toets ook, dus ja. Met een toets ook? Ja. En nu? Ja, dan moet ik die toets inhalen, want waarschijnlijk gaan we nu naar huis. Ik begrijp het wel, alleen ja, dan is het nu mijn probleem, zeg maar. Dus dat is wel, ja, dat het op deze manier moet, is wel vervelend.